Scope 2 van het Greenhouse Gas Protocol schrijft voor dat bedrijven transparant moeten zijn over de oorsprong van hun energie. En Value vertelt ons hier vandaag meer over. Groene energie is energie wat komt uit hernieuwbare brandstoffen, zoals waterkracht, zoals wind, zoals zon of biomassa. Voor de transportsector of voor de shippingsector, daar kan je ook hernieuwbare brandstoffen voor gebruiken. Die gebruikt worden om de trucks of de schepen aan te drijven uit een grondstof die uit een hernieuwbare bron komt. Groencertificaten zijn certificaten die gebruikt worden om de origine van de hernieuwbare bron aan te duiden. Op het moment dat bijvoorbeeld een zonnepaneel elektriciteit opwekt en dat op het hoogspanningsnet zet, waar wij allemaal gebruik van maken, is het gewoon elektriciteit. Maar om aan te geven, op het moment dat jij elektriciteit ervan afhaalt, wat voor elektriciteit het is, gebruiken wij daar een certificatensysteem voor.